Goedemiddag, van harte welkom op dit webinar. Het webinar van District Midoost-Nederland. Bij mij aan tafel de voorzitter van het district, Rudy Freeriks, van harte welkom. Dankjewel. En Peter Schrijver namens het hoofdbestuur ook van harte welkom. We zijn vandaag live. Dat betekent dat u uw vragen via de chat kunt stellen en dat doet u door op dit icoontje te drukken. De vragen worden niet gepubliceerd. U bent dus de enige die zelf de vraag ziet en natuurlijk onze moderators die klaar zitten om uw vragen te beantwoorden. U zag het net al, we hebben verkiezingen in dit district. Tot 13:30 kunt u nog stemmen en Rudy zal daar straks op terugkomen. Voor wat betreft het programma, we hebben natuurlijk het coöperatieve kwartiertje waarin we vooruitkijken en even terugkijken. En we hebben straks twee speciale gasten in de studio die een toelichting zullen geven op voerefficiëntie. In hoeverre kunt u uw kostprijs verlagen met voerefficiëntie? Rudy, mag ik jou het woord geven voor de opening? Dan de maatschap Knoef Hendriksen uit Geesteren met twee koeien. Big Clara 133, de hoogste levensproductie, 13.784 kilogram. Big Bookje 265, de hoogst ingeschreven ACO met 92 punten. Dan hebben we koe Anna 300. Die komt in de erelijst met een hoogste economisch jaarresultaat van 4288. Dat is echt gigantisch hoog. Van de vennootschap Mensing uit Edensvaart. Nou, sterkoe 3, Riek 25 heb ik net al genoemd. Daar hebben we een plaatje van gezien. En op de foto ziet u hier nog Riek 37, ook een sterkoe 3. Van de maatschap Weenderen Snijhuis uit Tillichten. Prachtige koeien en gefeliciteerd. En ja, voor alle anderen ziet deze resultaten als een uitdaging om er toch nog een stapje bovenop te doen en dat u misschien volgend jaar hier wel komt. En dan nog een plaatje wat ook wel heel bijzonder is natuurlijk. Ja, we hebben een koufluencer. En dat is dan Liesje 22 van de maatschap Knoef Hendriksen uit Geesteren. Alles en iedereen moest op slot en nou, er is toch bedacht van we gaan toch Twente nog eens op de kaart zetten en we gaan met een prachtige coalitie 22 gaan we diverse leuke locaties bezoeken. Dus alles over de Riesense Peltmullen en nog een aantal stuk of 10 andere locaties. En ja, daarmee ben je in één keer koufluencer, het nationale nieuws ermee gehaald, dus hartstikke goed, hele positieve promotie. En Liesje is ook opgenomen met 91 punten in het stamboek, dus het is niet voor niks. En ze heeft een prijs gewonnen volgens mij. Ook nog? Ja, ja. Ik kan me herinneren dat ik gestemd heb op de reclamecampagne voor Twente. En, ja. Ja. Dus ja, nee, maar dit soort promotie, dat kunnen we gebruiken. Dat is gewoon goed nieuws. En daar hebben we ook behoefte aan in deze tijden. Dus ja, hartstikke leuk. Ja, verder binnen het district. Nou, ik heb al gezegd, de boerenmelkkoeverkiezing die ging helaas niet door. Ook andere activiteiten die we graag zouden willen organiseren. Ja, dat kan allemaal niet in verband met corona. Het is lastig. Organisatie vergt toch altijd wel een behoorlijke voorbereidingstijd. En ja, je weet niet welke maatregelen of er nou over 2 weken gaan gelden. Dus we zien het ook al bij de NRM, die is al eens afgeblazen. Allemaal jammer. Maar er is binnen CRV er is ook een nieuwe directie gekomen. Ja, dat is wel een forse verandering. De complete directie vervangen. En dat is, de eerste indruk voor ons als ledenraad is gewoon hartstikke goed. Nieuwe mensen, ja, het is ook altijd wennen, maar dat is ook weer een nieuw geluid. En nou, ze hebben de eerste indruk, bij ons is goed, maar we blijven als ledenraad natuurlijk wel kritisch volgen, want er moet ook gewoon gepresteerd worden. En ik weet niet in hoeverre of Peter Schrijver, wat zijn eerste indruk daarvan is, want ja, het was een roerige tijd. Buitengewoon positief, zijn gedreven mensen met een breed netwerk en met een frisse blik op de toekomstige strategie van CW, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Mooi. Dan gaan we kennis maken met de directie. Ja. Hallo, Iedereen. Excuses. My Nederland is niet zo goed, so I must continue on in English. It's a great honor to be here today to be part of the leadership team of CRV. And with that, I look forward to connecting with you in some means other than through a video such as we're doing now. Let's hope that's not too far into the distant future. Why do we need to connect? Of course, we need to connect through our products and services, but we also need to connect as people so that we can understand what CRV needs to do to look after you going forward into the future. I very much look forward to doing that, and I pass to you, Aegon, to say a few words. Thank you, Angus, and thank you allemaal for the kans om ook mezelf vandaag aan jullie te introduceren. Sinds 1 september als financieel directeur werkzaam bij CRV.
En samen met Angus verantwoordelijk om ook in de komende jaren CRV succesvol te laten zijn. Dat is iets wat we niet met z'n tweeën kunnen doen. We zullen dat in de toekomst ook doen met een groter team, een global leadership team. Maar we hebben ook jullie als leden nodig om te begrijpen wat er nodig is om CRV in de toekomst succesvol te laten zijn. De veranderingen die op komst zijn binnen de organisatie, daar zullen jullie ook wat van merken. En ik wil graag Angus ook nog vragen om toe te lichten hoe jullie als leden daar ook de resultaten van zullen zien. So Angus, could you please also explain to the members how they can see and experience the change that we're going to make to the organization? Yes, very much so. In terms of what you'll see from CRV as we go forward is, of course, our ambition to strengthen the company. How do we strengthen the company? We make sure that you're getting the products, the services that you need. We make sure that they're sustainable. We make sure that your farming operations continue to have the license to operate. And of course, they're profitable going forward. We need to do that together though. So you'll see more of us working with each other rather than the old for each other. And with that, I leave in mind the thought process around what we must do to take on board all of the opportunities that we have in front of us. We look forward to sharing those with you. We look forward to your involvement in your cooperative, CRV, and we look forward to the next 150 years. Ja, Peter, de directie heeft het over vele kansen en uitdagingen. Kun jij een aantal kansen benoemen die voor ons liggen? Ja, zeker. Als je kijkt naar de mondiale ontwikkeling rondom zuivel, dan is daar de komende decennia een groeiende vraag te voorzien. Nou, CRV wil graag haar bijdrage daaraan leveren met een efficiënt en duurzaam producerende veestapel. Daar hebben we nu al hele mooie producten voor op de plank liggen en die kunnen we ook gewoon aanbieden op het boerenbedrijf. Voerefficiëntie is er daar één van. Alle voerbakken zijn inmiddels geplaatst. De eerste gegevens rollen binnen en worden ook daadwerkelijk in fokwaardes verwerkt nu. Dus dat is een project wat is uitgerold. En gender zijn we nu volop mee aan het ontwikkelen. Dat is een techniek om sperma te scheiden. Gesekste mannelijke en vrouwelijke sperma. Daar is heel veel vraag naar. Mondiaal zien we dat enorm toenemen. CRV wil daar graag met een eigen product aan deel nemen aan die groeiende markt. We hebben wel wat vertraging opgelopen door corona, want er moeten gewoon technische apparaten ontwikkeld worden en daar zijn internationale teams voor nodig. En Nieuw-Zeeland is gelukkig een land wat nagenoeg vrij is van corona, maar ook hele strenge voorwaarden heeft om daar binnen te komen. En lang dicht gezeten. Ja. Dus dat is best wel een dilemma. Maar technisch loopt de ontwikkeling tot op heden prima. Dus dat is een tweede voorbeeld. En wanneer kunnen we nog wat verwachten van een gender dat de boer wat aan heeft? Nou, ik verwacht dat we met 2 jaar daadwerkelijk daar ook de producten van in de markt kunnen gaan zetten. En een derde ontwikkeling is op het gebied van duurzaamheid. Nou, voerefficiëntie hebben we het net al over gehad, maar de uitstoot van methaan is natuurlijk een groot maatschappelijk dilemma. En wij denken dat we daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. We zijn dat nu feitelijk aan het meten samen met andere partners, Agrifirm onder andere. Dus ook via fokkerij? Dat we ook via fokkerij uiteindelijk daar een verbetering en minder methaanuitstoot kunnen bereiken. Oké, mooi. Dat zijn mooie vooruitzichten, Rudy. Ja, zeker. En waar jullie als ledenraad absoluut de vinger aan de pols gaan houden, verwacht ik. Ja, want net Engender is al genoemd. Dat is wel een hele forse aanslag op de financiële positie. Ja, aanslag is misschien niet een goed woord, maar het drukt wel. En het moet op een gegeven moment wel wat opleveren. Dus daar kijken we wel kritisch naar. Ja. Maar ook andere zaken, ja, de buitenlandse activiteiten. Daar hebben we regelmatig de vinger wel flink aan de pols gelegd en ook wel scherpe vragen over gesteld. Ja, en zo hoort het ook. Ja, Peter, voordat wij terug gaan kijken via de jaarcijfers, was ik even benieuwd. Hoe kijk jij zelf terug op afgelopen jaar? Ja, een bijzonder jaar. Ik weet niet of het gedeelte wat ik er net over zei te verstaan was, maar toch maar even een keer opnieuw. Corona, een extreme hete en droge zomer en nu weer extreme winterse weersomstandigheden. Ik ben er trots op dat CV erin slaagt om, ondanks al die extremiteiten, de dienstverlening op het boerenbedrijf gewoon op peil te houden. Dat verloopt heel erg goed. Als we kijken naar de financieel technische resultaten, dan hebben we qua budget en qua omzetten het nog niet zo slecht gedaan ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar we hebben onze budgetten niet gehaald. Dat is natuurlijk niet zo heel gek als je kijkt wat corona doet. Want bijvoorbeeld mensen die internationaal zaken moeten doen, die zijn toch wel heel erg afhankelijk geworden van
digitale contacten. En dat maakt het gewoon erg lastig om je netwerk te onderhouden en op te bouwen. Dus daar merken we wel wat nadeel van. Maar we zien tegelijkertijd ook wel dat we door corona ook een aantal kostbesparingen hebben kunnen reduceren. Bijvoorbeeld de reiskosten natuurlijk. Ja, ja. Nou, per saldo kijk ik best tevreden terug op het afgelopen boekjaar. Als je ziet onder welke omstandigheden of wij dat resultaat hebben moeten waarmaken. Prima. Zijn er trouwens veel ziektegevallen van corona ook binnen ons personeel? Of valt dat nog wel mee? Dat valt gelukkig heel erg mee binnen ons personeel. We zijn er erg alert op. Op kantoor wordt nauwelijks meer fysiek gewerkt. Heel veel mensen werken thuis. Maar de dienstverlening op de boerenbedrijven, ja, dat moet je dus toch wel gewoon met mankracht doen. Nou, mensen houden erg goed in de gaten dat die afstand in acht wordt genomen. Dus gelukkig afkloppen, maar gelukkig gaat het tot op heden erg goed met het aantal ziektegevallen. Ja. Ja, en dan hebben we het over het huidige boekjaar. Dan gaan we nu kijken naar de jaarcijfers. Peter, jij blijft in de buurt en jij gaat straks vragen beantwoorden die gesteld kunnen worden naar aanleiding van de jaarcijfers. Of mogelijk zijn er ook andere vragen die bestemd zijn voor het hoofdbestuur. En dan zien wij jou aan het einde van het webinar graag weer terug. Prima. Goed. En dan gaan we nu naar de jaarcijfers. Hallo allemaal en bedankt dat ik vandaag bij jullie mag zijn bij jullie digitale ledenbijeenkomst. Vanzelfsprekend was ik veel liever bij jullie geweest op een fysieke locatie in jullie district. Maar helaas laten de huidige coronamaatregelen dat niet toe. Overal kunnen we stellen dat we het jaar goed hebben afgesloten. De omzet is licht hoger dan vorig jaar en blijft ietsje achter 1 miljoen euro bij wat we begroot hadden. Maar het operationeel resultaat is sterk beter dan wat we begroot hadden. Bijna 36%. En als we kijken naar het netto resultaat van de holding, dan komt het uit op ongeveer 350.000 euro over het hele boekjaar. Dat is lager dan het jaar daarvoor, wat met name te maken heeft met een tweetal elementen. Enerzijds zijn dat een aantal reorganisaties die we hebben door moeten voeren in de organisatie om de prestaties in de toekomst te kunnen verbeteren. En anderzijds hebben we afgelopen jaar, zoals afgesproken, ook verder geïnvesteerd in een agenda en in de technologie die we daar aan ontwikkelen zijn. In totaal heeft dat geleid tot een resultaat van 350.000 euro versus een resultaat vorig jaar van ruim 3,7 miljoen euro. Tot slot hebben we wel wederom gekozen voor het uitkeren van een ledenvoordeel. In lijn met de afspraken die er zijn, zal dit jaar ongeveer 346.000 euro aan ledenvoordeel worden uitgekeerd aan alle leden van de coöperatie. Als ik dan ga kijken en wat meer perspectief biedt ook voor de landen om ons heen, naast onze thuismarkt hier in Nederland en Vlaanderen, dan valt op dat eigenlijk in alle markten het beter hebben gedaan ten opzichte van vorig jaar. Maar we het minder goed hebben gedaan ten opzichte van de ambitie die we hadden met elkaar. We hadden gehoopt overal te groeien en we hebben net ook gezien dat dat niet geheel gelukt is. Als ik de landen dan even langsloop en begin met de thuismarkt Nederland en Vlaanderen, dan zien we dat het qua omzet achter is gebleven bij de begroting die we gemaakt hadden. Dat zit er met name in het aantal rietjes wat we verkopen. Ondanks dat het wat meer is dan vorig jaar, is het niet zoveel geworden als dat we gedacht hadden. En we zien ook, helaas, dat de afgelopen jaren ons marktaandeel in deze markt is afgenomen. Samen met het managementteam zijn we plannen aan het uitrollen om dat tijd te keren. En om in de komende jaren dat marktaandeel weer verder te laten groeien. We zullen daarvoor ook terugkomen bij jullie, als onze leden. Want niet alleen zijn jullie onze leden, maar jullie zijn ook onze afnemers. En we willen graag begrijpen wat we als CFV anders kunnen doen en nog beter kunnen doen om ons verder te versterken in deze markt. Ik wens jullie een hele goede bijeenkomst verder en hoop jullie snel op een van de volgende bijeenkomsten weer face-to-face te kunnen ontmoeten. Ja, en dat was Egon Verheijden, onze financieel directeur, met een terugblik op de jaarcijfers. Vooruitkijkend, Peter Schrijver zei het net al, voerefficiëntie. Waarom heeft CFV voerefficiëntie zo belangrijk verklaard? Er is een duidelijke behoefte om efficiënter te gaan produceren. En bij kippen en varkens is het eigenlijk al heel gewoon, maar ook krijgt voerefficiëntie nu steeds meer vaste voet aan de grond in de rundveesector. Een lagere kostprijs voor een liter melk, dat klinkt heel aantrekkelijk. In hoeverre kun je die kostprijs verlagen? Dat bespreek ik vanmiddag met twee gasten hier aan tafel. Allereerst van harte welkom Gerard Meerkerk, melkveehouder in het Drentse Emmekopaskum. Familiebedrijf, getrouwd met Joyce, 4 kinderen. Oudste zoon zit inmiddels in de FOF, heb ik begrepen. En jullie zijn aangemeld als praktijkbedrijf en doen dat nu al zo'n jaar.
Behalve blauwe bakken is het ook een bakwerk, heb ik begrepen. Maar daarover straks meer. En Pieter van Goor, vaktechnisch medewerker bij CFV en collega van mij. Sinds 2016 ben jij belast met het onderzoek naar voerefficiëntie. En afgelopen december is de vakwaarde voerefficiëntie voor het eerst geïntroduceerd. Nou, om nu maar gelijk met de deuren in huis te vallen. Waarom hebben wij die vakwaarde nodig? Want je kunt het toch ook aan de koeien enigszins zien welke koe efficiënt met zijn voer omgaat. Ja, je zei dat hoor ik niet voor het eerst. Nee. De meeste veehouders hebben dat al eens tegen mij gezegd. Ja, moet je daar een fokwaarde voor hebben? Kijk naar de koe, dan weet je welke koe het meest efficiënt is. Ja. Nou, daarom hebben we eigenlijk een klein testje. Ik laat nu vier koeien zien. Vier koeien die we, waarvan we de voeropname gemeten hebben op een van de voeropnamebedrijven. Vier verschillende koeien. En dan wil ik eigenlijk de deelnemers vragen om deze koeien op rij te zetten qua voerefficiëntie. En dan de koe met de beste voerefficiëntie voorop. En dat kunt u doen via de chat. Als u uw UBN-nummer ingeeft en dan de volgorde van de koeien van meest efficiënt naar minst efficiënt. Het zijn denk ik vier goede koeien, dat sowieso. Maar als u het plaatje van de koeien ziet, dan ziet u wel, het zijn wat verschillende koeien. Bijvoorbeeld de koe 2, dat is een koe die net wat meer bespiering heeft. Koe 4, een wat meer melktypische koe, een wat fijnere koe. Koe 3, een koe wat meer, wat rondere koe. Maar in ieder geval al vier verschillende koeien, waarvan de hoogste koe ongeveer 1,8 voerefficiëntie heeft en de laagste koe iets meer dan 1,4. En dan bedoel ik daarmee dat de hoogste koe 1,8 liter melk maakt van 1 kilogram droogstof. Oké, en wat kunnen we daarmee winnen? Nou ja, voor de winnaar hebben we 3 rietjes Delta Antlers. Een stier die, ik weet niet of u hem al kent, maar hij is sinds 1 februari beschikbaar. Het is de hoogste NVI-stier die we als CRV hebben. En ook de stier met de hoogste voerefficiëntie van 112. En daarbij ook nog een keer 107 exterieur. Dus wat dat betreft een nieuwkomer en absolute topper. Ja, nou kan het natuurlijk zijn dat er meerdere goede antwoorden komen. Ik kan me zo voorstellen dat we dan degene die als eerste het goede antwoord heeft, die rietjes gaan geven? Of? Zijn meer opties? Die het antwoord goed heeft, die mogen van mij die 3 rietjes hebben. Weet waar je het zegt, weet wat je zegt. Oké, dankjewel Pieter. Gerard, jullie bedrijf is dus een van die 5 praktijkbedrijven. Waarom hebben jullie besloten om mee te doen? Nou, dat gaat niet van de een op de andere dag natuurlijk. Eigenlijk zijn we met ons bedrijf al jaren bezig met voerefficiëntie. Vooral op groepsniveau, maar dat is wat je kan berekenen. Hè, hoeveel voer gooi je ervoor en hoeveel melk komt eruit. En dat zo hoog mogelijk krijgen is eigenlijk een uitdaging. Dus op alle gebieden, het kan ook op arbeid zijn of elektriciteit of wat dan ook, probeer je zo efficiënt mogelijk te werken. Maar CRV die kwam met een idee om het aan te tonen hoe het genetisch aangelegd is. En dat is natuurlijk zeer interessant, omdat je dat eigenlijk zo niet kan zien. Ja, tenminste, ik dacht het te kunnen zien, maar je kan het niet zien. En dat is, daar word je nieuwsgierig van. En daarom wil je daar natuurlijk meer van weten en meer meewerken. Ja, eigenlijk. Maar het moet gewoon getest worden. Ja. Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken? Ja, onze dagelijkse gang van zaken is nogal veranderd. Hè, want we hebben een bedrijf wat verregaand geautomatiseerd is. En daardoor werk je ook heel efficiënt en makkelijk. Dit is een installatie, daar komt heel veel bij kijken. Je moet het kalibreren, je moet het schoonhouden, je data doorsturen. Zorgen dat de juiste koeien achter de installatie staan. Hè? Want niet alle koeien worden op hetzelfde tijdstip getest. Dat is een bepaalde lactatieperiode. Ja, wel welke groep koeien zit er in die testgroep bij jou? Wij testen de koeien zeg maar, die eigenlijk het minst vertroebeling geven in de lactatie. Dat is van ongeveer 80 dagen na afkalven tot 180 dagen. Ja. En dan heb je eigenlijk de meest zuivere data die je verzamelt. Ja. Misschien kun je iets meer vertellen over je bedrijf. Nou, hoe ziet dat eruit? In 2010 hebben wij het bedrijf eigenlijk helemaal nieuw opgezet.
En opgezet voor een goede 300 koeien. Hè, en dan volledig geautomatiseerd. Op dit moment, door alle regelgeving waar iedereen mee te maken heeft, hebben wij dat ook gehad. Hebben we de keuze gemaakt om minder koeien te melken en ons jongvee bij huis te houden. Dus we hebben 200 koeien plus jongvee op een goede 80 hectare land. En we proberen daar zoveel mogelijk melk te produceren. He, met ons gezin. We hebben ook een keuze gemaakt door de regelgeving om ons bedrijf te verbreden. Dus er zijn wat andere dingen, de activiteiten erbij gaan doen. Okay. En zo proberen we toch de toekomst tegemoet te gaan. Ja, en ik zie hier gemiddelde voerefficiëntie van 1,66. Ja. Pieter, is dat gemiddeld bij iedereen zo? Was het maar zo? Nee. Ongeveer in Nederland zit dat bij de Holsteinbedrijven op 1,4. Oké. Okay. 1,4 liter melk van 1 kilogram droge stof. Ja. En als we dan even gaan kijken naar de groep koeien die getest wordt bij jou, Gerard. Ja. Dan zien we de 25% beste koeien en de 25% minste koeien. Ja, dat is een leuk plaatje en dat verrast ons eigenlijk wel enorm. Ja, je kent natuurlijk, gaat in de lucht springen of niet, maar dit zijn wel hele leuke dingen om te zien. Dit is van eind december, denk ik, tot aan wat we onderzocht hebben. En dan zie je dus een enorm verschil tussen de 25 beste en de 25 mindere. Dus eigenlijk een normale voederefficiëntie. En je kunt het ook aan de cijfers zien dat er gewoon opvalt dat de 25 beste... gewoon eigenlijk iets minder eten als de 25 mindere of normaal producerende koeien. Ja. En dat is natuurlijk heel verrassend. Dat hadden we nooit verwacht. Nee, dat kan ik iedereen kent de koeien aan het voerrek die eigenlijk altijd aan het vreten zijn. En nou, die zullen wel veel produceren. Maar eigenlijk blijkt het tegendeel waar. Ja, want wat je dacht eerst aan uiterlijk en gedrag te zien. Hè? Ja. Goed vreten, ja. Veel voeren voor, dan komt er veel melk uit. Ja. Blijkt dus eigenlijk niet altijd zo te zijn. Nee, lang niet altijd. Hè. En dan ga je, dit zijn natuurlijk gemiddeld over verschillende koeien. Hè. En de spreiding is eigenlijk nog groter. Al kijk je naar de allerminste en de allerbeste koe. Dat zit, dacht ik, uit mijn hoofd van 1,2 tot bijna 2. Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil. Dat is nog net niet de helft. Maar dit zijn eigenlijk allemaal gezonde koeien. Gewoon, je ziet het niet aan. Ze zijn allemaal lopen zo goed en produceren zo goed. Maar... dus blijkbaar is er wel iets aan de hand in de koe. Ja, want je zei in het begin al, we hebben altijd op voerefficiëntie geselecteerd, dan meer op groepsniveau. Dus wat dat betreft zat je veestapel waarschijnlijk al aan de goede kant. En dan toch nog zoveel onderlinge verschillen. Ja. Ja. Ben jij nu ook anders je stieren gaan selecteren? Ja, je kijkt door deze kennis, kijk je anders naar de stierenkaart. Ja. En het mooie daarvan is dat je wel vaak een connectie ziet tussen de topstieren, de koeien die eigenlijk heel goed op productie vererven. Vaak ook, daar zal Pieter misschien ook al wat meer over vertellen, maar ook een stevige koe is, zeg maar, met lange levensduur. Dat die ook vaak een hogere voerefficiëntie hebben. Ja. Dat is natuurlijk ideaal. Want dan hoef je niet twee verschillende kiezen. Nee. Dan kun je dus de juiste keuze maken. Ja, precies. Maar het is misschien ook wel een onderdeel van zijn duurzaamheid. Zeker. Dat is ook efficiënt om. Dat begint nu wel te lijken. Dat is wel grappig, Pieter. Want je hoort wel eens gezegd dat eigenlijk fokkerij er niet zo toe doet. Als je de koeien maar goed voert, dan komt de melk er vanzelf al bij. Voor een deel is dat natuurlijk waar. Anderzijds, en dat vertelde Gerard ook al, je ziet zo'n enorm verschil in voerefficiëntie tussen de ene en andere koe. Hè, dat zagen we net op dat plaatje. En we weten dat dat voor een deel erfelijk bepaald is. En het zou natuurlijk hartstikke jammer zijn als we dat deel niet zouden benutten via fokkerij. Hè, we weten allemaal dat de kostprijs van een liter melk bestaat voor de helft uit voerkosten. Nou kun je daar een 10% winnen, en dat is wat we een beetje verwachten wanneer je op voerefficiëntie gaat fokken, dan kun je toch 10% van je voerkosten besparen. En dat is een bak geld binnen een bedrijf. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat we in de fokkerij die stap gezet hebben. Ja. Maar er werd ook al gezegd door Gerard, was zijn ervaring, maar ook in zijn cijfers, koeien met een hoge voerefficiëntie vreten ook minder. Nou ja.
Wat wij in ieder geval zien op de 5 praktijkbedrijven, is dat de koeien, de 25% beste koeien qua voerefficiëntie, die hebben een kwart minder voer nodig voor dezelfde hoeveelheid melk als de 25% laagste koeien voor efficiëntie. Ja, ja. Dat is enorm. Maar dat is niet alleen minder voerkosten, maar dat is dus ook minder methaanuitstoot, minder stikstof, minder fosfaat, noem maar op. En wat voor mij in ieder geval heel erg verrassend was, ook nog om te zien, is dat de 25% beste koeien hebben per kilogram melk ook 10 tot 20% minder krachtvoer nodig. Nou ja, dat is iets wat mij enorm verraste en nou, heel veel mensen hebben er heel erg hun twijfels bij, maar dat is in ieder geval wat wij zien op alle 5 de bedrijven. Maar hoe zeker weten we dit? Kijk, wij meten natuurlijk op de praktijkbedrijven, maar dat niet alleen. Wij krijgen ook de data van de onderzoeksbedrijven, zoals van Dairy Campus, de Schothorst en van het ILVO. En dat zijn dan wetenschappers die data verzamelen. Dus in totaal krijgen wij gegevens binnen van 10 verschillende bedrijven. En je ziet steeds hetzelfde patroon? Je ziet steeds hetzelfde patroon. Oké. En wat meten we nou precies? Nou, we meten in feite hoeveel melk produceert die koe per hoeveel liter melk, meetmelk moet ik dan zeggen, per kilogram droge stof wat die koe vreet. Ja. Dat is in feite wat we meten. Ja. Zo drukken we ook onze voerefficiëntie. Oké. En nu hebben we het steeds over krachtvoer, maar in hoeverre geldt dit voor veehouders die bewijding toepassen? Ik denk dat het daar net zo goed voor geldt. Zeker als je realiseert, hè, want de meeste mensen, of de meeste veehouders in Nederland, ongeveer 80% past weidegang toe. En als je dan gaat kijken van hoe lang lopen die koeien in de wei, ook voor een melkpremie of weidepremie in aanmerking komt, moet dat 120 dagen zijn keer 6 uur. Ja. Nou, ga je dat dan kijken van hoeveel vreet zo'n koe dan en vers gras. Als je dat dan over een heel jaar telt, dan is dat ongeveer 2,5 kilo. Nou ja, met de voeropname van de koeien die rond 9000 liter melk zit rond de 21 kilogram droge stof. Dat betekent eigenlijk dat zijn vers gras ongeveer 13% vreten. Van het totale rantsoen. Dus ja. Anderzijds betekent dat ook dat ze 87% hetzelfde rantsoen krijgen als de koeien die gemeten worden op de voeropname. Oké. Dus eigenlijk zeg jij, de fokwaarde voerefficiëntie is toepasbaar op alle melkveebedrijven. Ja, dat denk ik zeker wel. Maar als je nu gaat fokken op voerefficiëntie en je gaat er heel erg op letten, moet je dan geen concessies doen voor andere fokwaarden? Ik denk dat zeker niet het geval is. Hè? Want stel nou dat je als veehouder zegt van ik wil echt wat aan voerefficiëntie gaan doen. En ik maak een selectie, een ondergrens met 106 voor fokwaarde voerefficiëntie. Ja, dat is ja. Al best hoog. Nou, als je dan kijkt naar het aanbod CRV-stieren, dan zijn er bij Zwartbont al in totaal een 15-tal stieren die daaraan voldoen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, ik weet niet of de mensen nu het plaatje in beeld hebben, maar bovenaan staat als Endless, onze hoogste stier, 390 MVI en dan Fragant, Tornado, Martin, noem het hele rijtje maar op. Het zijn absoluut onze topstieren. Ja. En bij Roodbond is het verhaal niet anders. Dan zie je ook een Nominator en een Jacuzzi. Onze hoogste stieren bij Roodbond, die ook nog eens een keer heel goed scoren voor voerefficiëntie. Eigenlijk bevestigt dat een beetje wat jij in de praktijk ook merkt, Gerard. Ja, dat klopt. Ja. Dat je, als je kijkt naar de koeien die eigenlijk het beste produceren, zijn ook genetisch qua productieaanleg ook hoog. Dus dat is eigenlijk een mooie bijkomstigheid. Ja, hè? Ja. Nou, misschien ook niet helemaal toevallig. Nee, dat denk ik ook. Nee. Als je die stieren gaat gebruiken, Pieter, die je ons net liet zien, wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, als je die stier gebruikt, en je zag net al, zit de stier bij mijn 106 fokwaarde voerefficiëntie, maar ook mijn 112. Gemiddeld zitten die groep op ongeveer 108 fokwaarden voor voerefficiëntie. Dat betekent in feite dat jouw volgende generatie dieren 400 kilogram melk extra per jaar produceren met dezelfde hoeveelheid voer. Nou ja, bij een melkprijs maar niet te hoog genomen van 30 cent. 30 cent keer 120 of 400 kilo melk is 120 euro extra melkinkomsten per koe. Ja. Nou ja,
een bedrijf met 100 koeien praat je wel over 12.000 euro extra melkinkomsten. Ja, zonder dat je daarmee de kostprijs hebt verhoogd. Ja. Ja. Gerard, we hebben dus nu die fokwaarde voerefficiëntie. Hoe belangrijk is deze fokwaarde voor jou? Ik denk dat hij is nu al belangrijk. Maar ik denk dat hij eigenlijk steeds belangrijker gaat worden. Kijk, wij weten, omdat wij ook zelf testen hoe die cijfers tot stand komen. Dat is gewoon meten is weten. Dus je weet ook gewoon dat die cijfers kloppen. Of steeds beter gaan kloppen die op de kaart staan. Dat er secuur gemeten is. Ja, precies. Ja. En ik denk in de tijd die we tegemoet gaan. Hè, met de kosten die ons te wachten staan qua voer. En beperkingen van kunstmest. En andere regels die nog gaan komen die we nog niet weten. Is dat het efficiënte omgaan met voer steeds belangrijker zal worden. Ja, ja. En we hadden het al over secuur meten. Pieter, de andere testbedrijven hebben weer een andere voersamenstelling. Hè? Het is niet zo dat, ik bedoel, de testbedrijven onderling verschillen behoorlijk. Om ook de betrouwbaarheid van de fokwaarde te kunnen verhogen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nou, we hebben 5 praktijkbedrijven dan. En naast de onderzoeksbedrijven die zowel in België als Nederland zitten. Maar onze vijf praktijkbedrijven zitten er 2 van in het zuiden. En 3 in het noorden, 2 in Drenthe en 1 in Groningen. En ze hebben ook wel wat verschillende rantsoenen. Je ziet bijvoorbeeld in het zuiden wat meer mais in het rantsoen. Daarnaast hebben we een bedrijf met een TMR-rantsoen. 3 bedrijven voeren krachtvoer afhankelijk van productie. En 1 bedrijf heeft ongeveer een constante krachtvoergift. En dan kunnen de koeien in feite, moeten ze extra aanvullen door meer ruwvoer te vrijden. Ja, dus echt wel 4 verschillende of 5 verschillende. Ja, bedrijven. Ik neem ook aan dat bewust ook zo gekozen is. Ja, we hoorden Gerard net zeggen dat de fokwaarde voerefficiëntie voor hem heel belangrijk is. Neemt niet weg dat we steeds meer fokwaarde krijgen. Ben je niet bang dat de boeren op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien? Ja, daar zijn we natuurlijk al wel langer bang voor. Omdat er, ja, wat hebben we? 60 verschillende fokwaarden. Geen idee. En enorm veel. Ja. Dat realiseren we ons ook. En dat is de reden ook dat CRV voor een paar jaar teruggekomen is met 2 kengetallen. CRV efficiëntie en CRV gezondheid. 2 makkelijke fokwaarden zou je kunnen zeggen. Waarbij de belangrijkste kenmerken die ertoe doen, die maken er deel van uit. En als je de CRV-efficiëntie hebt, dan heb je, daar zit als de 3 belangrijkste pijlers zijn daar levensduur, productie en voerefficiëntie. Kijk je naar CRV-gezondheid, dan zit daarin vruchtbaarheid, klauwgezondheid en uiergezondheid. Ja. En ik denk als veehouders, natuurlijk sommige veehouders willen alle indexen kennen en dat is ook prima, niks mis mee. Maar als je zegt, ik wil mezelf wat makkelijker maken en je zou deze 2 kengetallen gebruiken voor je fokkerij, dan gaat 95% tot 99% van je fokkerij gaat goed. Nou, en daar doen we het voor. Ja. CRV heeft niet voor niets geïnvesteerd in deze belangrijke fokwaarde, met als doel het verlagen van de kostprijs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen, maar we hebben nog een wedstrijd. Gerard, ik denk dat jij ook gekeken hebt, maar jij zei vooraf al, ja, ik weet nu dat ik het toch niet kan zien. Klopt. Maar er zullen waarschijnlijk toch nog wel een aantal veehouders geweest zijn die daar wel naar gekeken hebben. Ik zou zeggen, laat even zien, Pieter, wat is de uitslag? Ja, hier heb ik dan opnieuw weer die 4 koeien. Koe 1 tot en met 4. En ik zal gelijk ook maar laten zien hoe dat de voerefficiëntie van deze koeien is. En dan zie je dat koe 1, dat is de koe die ook qua voerefficiëntie het beste scoort, bijna 1,80. En de koe die het laagste scoort is koe 4 met 1,45. En nou is het leuk om te vertellen dat dit 2 volle zussen zijn. Ze zijn allebei op hetzelfde testbedrijf getest. En ze zaten in hun testperiode ongeveer op 36 liter melk, allebei meetmelk. Waarbij we zien dat bijvoorbeeld koe 4 2,5 kilo voer per dag meer nodig had om diezelfde productie te realiseren. Aha. En van die 2,5 kilo extra voer zat er ook nog een kilo extra krachtvoer bij. Dus die koe die vreet dus meer krachtvoer en 2,5 kilo meer voer ten opzichte van koe 1. Ja, terwijl dit toch al hele goede koeien zijn. Dit zijn eigenlijk hele beste koeien. Zonder meer, en dat is ook wel te zien in de plaatjes. Maar, ja, ja. Kijk, een hele lage
Die staat er ook niet bij, want die hebben we niet gefotografeerd. Maar dat hadden we misschien wel moeten doen. Ja, ja. Dit zijn gewoon vier hele beste koeien. Nou, mooi. En we hebben een winnaar. Ah, ja. En dat is Maatschap J&T De Roos Overbeek. Burenlozenweg 40 in Winterswijk Kotten. Dus zij hebben de 3 doses van Endless gewonnen. Misschien kunnen we Endless ook nog even laten zien. Het is natuurlijk een vrij nieuwe stier. Je zei net al, hij is bij 1 februari beschikbaar gekomen. En u ziet het hier ook staan. Voerefficiëntie 112. En hij staat ook onder de kenmerken die jij net genoemd hebt. Hè? CFV gezondheid en CFV efficiency. Dus familie Roos uit Winterswijk, van harte gefeliciteerd. Maar jij zei al, als er meer mensen zijn die het goed zijn hebben. En dat is de volgorde 1, 3, 2, 4. Gaan we eens kijken of er budget is om nog wat meer van die hele beste stier weg te geven. En daar is natuurlijk ook waar de coöperatie voor staat. Uiteindelijk doen we het ook voor de leden. Daarmee wilde ik jullie heel graag bedanken. Gerard, super bedankt voor je mooie verhaal. Ik wens je heel veel succes met je bedrijf en bedrijfsopvolging straks. En we blijven je volgen. Pieter, jij ook heel erg bedankt. Ik hoop dat je nog steeds zo enthousiast blijft als je begonnen bent aan het project. En zo te merken, je bent er echt van verkocht, heb ik het idee. Ja, nee. Er zit ook heel veel dingen die je daarvan leert en die je ziet. Waar je van tevoren absoluut geen rekening mee had. Nee. Dat zie je nu wel terug, nu je aan het meten bent. Ja, samen met Gerard. Meten is weten. Meten is weten. En samen met Gerard is het één grote ontdekkingstocht. Ja. Goed, dan sluiten we af met een filmpje waarin nog eens even kort neergezet wordt wat voerefficiëntie voor u kan doen. De Fokwaarde CRV voerefficiëntie is de meest betrouwbare in de sector. Ja. De gemiddelde betrouwbaarheid van de Fokwaarde voerefficiëntie bij CRV dochtergeteste stieren is 85% tot 90%. Dat is het resultaat van de metingen op de praktijkbedrijven. Per 1 december kunnen veehouders stieren selecteren op basis van deze nieuwe Fokwaarde. Hoe werkt de Fokwaarde voerefficiëntie in de praktijk? We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld. We hebben nog de verkiezingen. Dochters van een stier met een fokwaarde van 104 voor voerefficiëntie produceren 2% meer melk per kilogram voer droge stofopname. Op een bedrijf met nu 10.000 kilogram melk per koe kan met dezelfde hoeveelheid voer 10.200 kilogram melk geproduceerd worden. 200 kilogram melk à 30 cent is 60 euro extra melkinkomsten. En bij een bedrijf met 200 koeien is dat dus 12.000 euro extra melkinkomsten met dezelfde voerkosten. Daarbij is de belasting op het milieu ook lager door minder methaanuitstoot. En dan moet het stil zijn. Met CRV voerefficiëntie krijgt u met dezelfde hoeveelheid voer wel tot 10% meer melk. Meer weten over voerefficiëntie? Kijk op onze website. Druk het ook. Ja. Ja, dames en heren. En dan zijn we weer terug met hier aan tafel Rudy, voorzitter van District Midden-Oost en Peter Schrijver. Welkom terug. Rudy, je hebt genoten van de voerefficiëntiegesprek, neem ik aan. Jazeker, José. Dat was goede keuze voor jullie district. Ja. Vooral de combinatie van de ene kant het voktechnische verhaal en aan de andere kant de ervaring van de veehouder erbij. En dan merk je wel aan... Gerard, dat hij toch ongemerkt ga je toch al sturen met informatie die hij zomaar heeft gekregen op zijn bedrijf. Dus ja, dan heeft het wel invloed. En meten is weten. Ja, ik doe wel mee aan projecten en dan merk je ook, doordat je meet, dan zie je wat dingen. En we hebben allemaal wel eens de rekensommen gezien van 1/10 meer hogere voerefficiëntie, hoeveel of dat is. En dan denk je die bedrag, ja, dat zal allemaal wel. Maar nou hoor je het nog eens een keer. Met ook de ervaring van de veel ernaast en de uitleg erbij. Heeft het je verbaasd? Toch wel. Het lijkt wel eens wat ongrijpbaar en er kwam in de discussie ook wel naar voren. Er zijn al zoveel fokwaarden, maar ja, dit is dan toch wel weer iets waarvan ik denk van, we kenden bij CRV al de Better Life, gezondheid en efficiëntie. Nou, en nu is het nog eens een keer weer op een andere manier wordt het onderzocht, met name die efficiëntie. Ja. En daar kunnen we toch denk ik wel een slag mee slaan. Mooi. Niet alleen qua kosten, maar ook richting de discussie die er zijn op methaanemissie, ammoniak, noem maar op. Ja, je zult je antwoorden moeten hebben straks. Ja,
En we zetten gewoon stappen en dat kunnen we laten zien. En dan mogen we ook echt wel met trots uitstralen. Van de jongen. Ja. We zijn al lang bezig. Ja, we zijn goed bezig, Peter. Je noemde het net al als een belangrijke investering. En het mooie is natuurlijk dat het zich terugbetaalt op het boerenerf. Hè? Uiteindelijk doet CW het daarvoor natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het gaat niet om het belang van CW zelf. We zijn een coöperatie. We doen het voor onze leden. We doen het ook met onze leden. Ja. Dat is ook wel een mooi voorbeeld. Ja, zeker. Hoe we onze leden ook gewoon nodig hebben om dit soort investeringen op praktijkbedrijven neer te zetten. En die gegevens te verzamelen. Dus ik vind het echt een schoolvoorbeeld waarvan ik er graag meer wil hebben. Leuk. Zojuist heb jij vragen beantwoord in de chat. Zijn er nog zaken waar je op je even wilt terugkomen, wat je met ons wilt delen? Ja, misschien er waren wat vragen over Engender. Die meneer krijgt nog specifiekere antwoorden van mij. Er waren ook wat vragen over de discussies rondom schaalvergroting in de branche. We zien het in Amerika bijvoorbeeld, waar Urus is ontstaan, waar Alta in is gestapt. We zien in Europa een aantal fokkerijorganisaties discussie met elkaar voeren. Evolution, Viking Genetics en Masterint bijvoorbeeld. Ook vragen aan CV van hoe staat CV daar tegenover? CV staat heel erg open voor dit soort discussies. Maar tegelijkertijd ook kritisch of de discussie wel ver genoeg gaat. En met name die Europese discussie. Daar hebben we nu een aantal keren wat aan geroken om het maar zo. Wat bedoel je met ver genoeg gaat? Het moet uiteindelijk dus wel ver genoeg gaan. Fokprogramma's moeten ook daadwerkelijk dan vergaand geïntegreerd te worden. Je moet echt kritisch kijken of je verkooporganisatie efficiënter ingericht kan worden. Dus het moet meerwaarde opleveren. Het moet niet alleen maar praten met elkaar zijn, maar daadwerkelijk meerwaarde opleveren. Nou, dat is bij de Europese partners, vinden wij op dit moment, zijn die randvoorwaarden nog niet voldoende om dat te waarborgen. Okay. Maar wij staan daar heel erg positief kritisch in dit soort discussies. Ook met andere partners wereldwijd zijn we ons netwerk daarin aan het verkennen. En we prijzen ons gelukkig met twee directieleden die ook een heel mooi netwerk hebben. Ja, zeker. En ik zou er nog één ding even aan toe willen voegen. Ik had het aan het begin over dat Engender best wel een financiële last is. En als ledenraad wel zoiets van, onder voorwaarden willen we daar graag aan meewerken. Ook in de schaalvergroting, zodat je die kosten over meer ritjes kunt uitspreiden. Want nu dragen wij die kosten alleen. Ja, dan hebben we de opbrengsten uiteindelijk ook alleen. Maar het moet wel gebeuren. En dat is weer. En de risico's. Dus die discussie, daar zijn we dan. Dat aspect hoort er dan ook bij. Maar het moet wel passen. Schaalvergroting is geen doel op zich. Hè? Nee. Laat dat even helder zijn. Want op zich voor de dienstverlening naar onze leden toe zijn we eigenlijk best groot genoeg. Alleen als je kijkt naar innovaties, dan is er één kenmerk dat ze gewoon elke keer gewoon duurder worden. De risico's groter worden. Dan heb je gewoon een groter volume aan rietjes nodig om die risico's voldoende te borgen. Waarvan akte? De verkiezingen. Ja, de verkiezingen die zijn geweest. Maar als er een plaatje van is, dan wil ik er ook. Die is er. Onze Jan. Ja. De uitslag. En de uitslag heb ik die binnengekregen. Ja, is goed. Nou, ik heb hem nog niet gezien, José, maar help me maar even. Ik ben ook wel razend nieuwsgierig. Ja, de techniek staat voor niets, maar dat blijkt al wel uit het feit dat de prijs die in de prijsvraag is gegaan, die is buiten ons district terechtgekomen in Winterswijk. Ja. Waar ons district al zo groot was. Nou ja, sterker nog. Mensen zijn dus geïnteresseerd in het onderwerp. Zo is dat. En ik kan er nog wel aan toevoegen dat de prijswinnaar het eigenlijk ook niet helemaal goed had, maar die zat er het dichtst bij. Wat nog maar eens bevestigt hoe moeilijk het aan de buitenkant te zien is. Oh, waarvan akte. Even kijken. Dan moet ik voortegen. Nou, ze zijn in ieder geval allebei ruimschoots herkozen. 305 stemmen uitgebracht. Voor is bij Dolph 284, bij Frank van Rossum 274. En Frank van Rossum heeft dan 13 tegen en Dolph heeft er 6 tegen en de rest heeft zich van stemming onthouden. Okay. Dus proficiat Dolph en Frank, we gaan weer verder met elkaar. We zitten op een goede manier met elkaar opgezeten en we gaan gewoon leuk verder. Die indruk had ik ook wel, ja. Dat jullie op een goede manier met elkaar opgescheept zitten. Zij zijn nu gekozen tot het districtsbestuur. 11 maart is ledenraad. Daar volgt de benoeming ook nog in de ledenraad. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit roerige webinar, mag ik wel zeggen. Want het begin was niet zo fantastisch, maar heel goed, dankzij onze technicus Jan Hendricks is het allemaal toch weer goed gekomen. En ik geef graag als laatste het woord aan de voorzitter, Rudy Frederiks.
Ja, nou, de hartslag is weer een beetje genormaliseerd, want het was echt wel even stressend in het begin. Heel spannend. Maar goed, gezien het bezoek of de deelname aan de webinar, was het een interessant onderwerp. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om op deze manier ook een keer mee te maken. Volgende keer hopen we elkaar gewoon weer live te ontmoeten, dat we elkaar weer kunnen aankijken en dat je behalve het verhaal in zijn algemeenheid, dat je ook nog eens een keer weer de 1-2'tjes kunt hebben. Gewoon even aan een tafeltje met elkaar, gewoon even gewoon bijkletsen van hoe gaat het nou op de boerderij, hoe gaat het hier daarmee. Maar voor nu zit het erop. Dank voor het feit dat u allemaal gekeken hebt. Dank voor de vragen. Dank ook aan de sprekers Pieter van Goor en Gerard Meerveld. En dank aan Peter Schrijven. En José, ook dank voor het hosten. En Jan Hendricks voor de techniek. En daarmee is er een eind aan deze webinar. En die is straks nog wel een keer terug te kijken via de coöperatiewebsite. Waar u ook webinars van andere districten terug kan kijken. Dus als u nog een keer denkt van nou misschien zijn er wel andere interessante onderwerpen waar ik ook nog wat van wil weten. Of bijvoorbeeld de webinar Beef in Brazil. Die staat er ook op. Het is misschien even zoeken. Maar zeker de moeite. Het is helemaal niet even zoeken. Oh, het wordt makkelijker. Techniek staat voor niks. Zo is het. Tot ziens. Ja. Dames en heren, en hiermee zijn we dus echt aan het einde gekomen. Dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.